Hoi, ik ga je laten zien hoe je in het spel van de Red Cobra's een kamer toevoegt. Nou, we kijken even naar het spel, hoe het er nu bij staat. Dus even kijken, volgens mij is er maar één kamer. Dat is kamer Richel. En die zien we altijd. En wat we gaan doen, we gaan een kamer toevoegen. En die kamer gaat Truus heten. Truus is een hele belangrijke Nederlandse naam. Maar volgens mij moeten we eerst wat dingen schoonmaken. Hier zien we bijvoorbeeld al wat kamersoorten die niet meer bestaan. Dus ik ga eerst alle slaapkamersoorten weghalen die er niet zijn. Dan zorg ik dat hij het weer doet. En dan ga ik Truus toevoegen. Nou, hop, ik ga hem runnen. En nou komen er allemaal fouten. En voor het lab. Hij zegt van, hey, lab bestaat niet. Nou, dat klopt. Dus deze regel betekent dat je dat nog niet kan doen. Dus ik haal hem even weg. Hier hebben we een kamer van Daan. Dat wordt kamer Richel. Blijkbaar ga je ook hier naar kamer Richel. Sterker nog, ik ga gewoon overal lab. Kamersoort ga ik kamer Richel van maken. Dus wat je ook doet, je gaat naar Richel's kamer. Sterker nog, je begint in Richel's kamer. Even kijken, dan hebben we hier nog meer dingen. Nou, hier hebben we nog wat oude kamers. Hier. Kamer. Als je deze foutmelding krijgt, dan staat jouw kamer niet in het rijtje hierboven. Die ga ik gewoon weghalen. Test alle kamersoorten. Nou, hier komt dus alleen nog maar Richel te staan. Alle Richel, zo. Dan hebben we nog eens, wat is dit nou? Static Assertion Failed. In regel 17. Static Assert. Nou, hier is het ook een fout. Ik ga hier gewoon van maken. Return niks. Is een assert. Bestaat kamer Richel? Ja, die bestaat. Maar waarom dat niet bestaat, nog geen flauw idee. Ik delete hem gewoon. Zo. Mooi. We hebben dus nu maar één kamer. Dat is Richel's kamer. Kijk, hier. Kamer 0. Mooi. Dat is tof. Dan gaan we nu de kamer van Truus maken. Nou, ik zie wel dat hier nog, in het projectbestand, zie ik hier nog wel kamer garage en kamer hal. Die ga ik gewoon deleten. Ga ik hem runnen. Dan doet hij het waarschijnlijk gewoon nog steeds. Run. Dan doet hij het gewoon nog steeds. En ik ga eventjes kijken in de folder van het spel. Hij zit in GitLabs, Red Cobra. Of er nog andere schermen zijn. Ja, ik zie hier kamer garage, kamer Jesper. Ik zie hier allemaal kamers nog. En die ga ik allemaal weghalen. Kamer leeg, weg. Kamer leeg, weg, Mees. Oliver, Portals, Quinn. En kamer Richel, die is belangrijk. Kamer Richel, Rowan kan weg. Seni, ouders, slaapkamer, Pam kan weg. Kamer Test, Flaude kan weg. Kamer Soort, die is heel belangrijk. Kamer Richel ook. Keuken kan weg. Oké, kan weg. We moeten nog meer weg. Test kan weg. Volgens mij hebben we nu wel alle kamers gehad. Volgens mij is het nu netjes. Wat Joonst is, geen flauw idee. Dat kan weg. Hier hebben we een plaatje. Ah, dat zijn alle kamers. Dat laten we staan. En volgens mij, wat is Bruno 2.0, dat kan weg. Nou, we hebben nu volgens mij alles wel schoongemaakt. Ik doe nu even bij beeld. Beeld clean all. Dan doe ik beeld run QMake. En dan run ik hem weer. En dan zie ik dat die kamer Quinn niet kan vinden. Heel, heel goed. Run ik hem weer. Kamer Rowan, C niet. Het bestaat allemaal niet meer. Mooi. Dus ik haal gewoon weer alles weg wat niet bestaat. Hier zegt hij iets. Nou, dat is niet zo heel erg. En volgens mij, ja, mooi. Hij doet het. We hebben dus nu één kamer. Dat is Richel's kamer. Mooi, dit ga ik inchecken. Want
Hij doet het nog steeds en hij is opgeschoond. Nou, dit is de GitLab van de Red Cobra's. Git admin -odo.slash, git commit -m. Alle kamers die niet gebruikt worden gedelete. Bam, git push. En ik weet dat dit doet, dus iedereen is blij dat ik dit opruim. Volgende stap, we gaan kamer truus maken. Nou, dan gaan we even kijken naar wat is nou een belangrijk scherm. We gaan naar main en daar is een hoofdscherm met F2 kun je daarin. En in hoofdscherm.cpp kun je met F4 kun je veranderen tussen cpp en header file. En header file staat een beetje de inhoudsopgave wat dingen doen. En cpp, daar gebeurt het echte werk. Even kijken, wat we gaan doen is... Even kijken waar het woord reshell staat. Met Ctrl-Shift-F kun je zoeken op reshell. Nou, dan zien we dus dat er dat reshell op meerdere plekken staat. Dus hier, nou, daar zullen we kamer truus toe moeten voegen. Hier zullen we iets mee moeten doen. Hier. Nou, dat is kamer reshell zelf, dat is niet zo spannend. Kamer sort. Nou, ik denk dat we daarmee wel genoeg te doen hebben. Het eerste wat ik ga doen, is ik ga bovenaan beginnen. Redcobra.pro. Daar staat kamer reshell. Ik zet voeg kamer truus toe. Truus. En je ziet dat ik dit op alfabet doe, want ja, dat vind ik fijn. Op alfabet. Ik bedoel, waarom zou je het een rotzooi maken? En dan moet kamer truus ook hier. Vergeet niet deze dingen. Dat betekent dat hij verder gaat. Hoofdscherm, kamer reshell, kamer truus. Mooi, dat is gedaan. Hoofdscherm. Ik kan hem nu runnen, maar je zult zien dat hij nu een fout geeft. Kijk maar. Hij zegt, hey reshell, ik kan kamer truus niet vinden. Nou, weet je wat, gaan we die gewoon even maken. Dan hebben we dat ook gedaan. Ik ga naar het bestand, naar de folder toe van Red Cobra. En ik kopieer kamer reshell. Nou, kamer reshell.cpp, die noem ik kamer truus.cpp. Kamer reshell.h, die noem ik kamer truus.h. En kamer reshell.ui, die noem ik, oh nee, die moet ik kopiëren. Die kopieer ik naar kamer truus.ui. Heb ik dat goed gedaan? Kamer truus, ja, hier zijn de drie dingen van truus. Dus kan ik naar de game toe gaan. En nu zegt hij, nu geeft hij een andere fout. Ik doe eventjes run qmake, om zeker te zijn dat hij alles kan vinden. Ik doe clean all, want dan weet ik zeker dat hij goede dingen doet. En hij zegt fouten, oh nee, dat is verschrikkelijk. Nou, dat is niet verschrikkelijk, dat is logisch dat hij dat doet. Ik klik met alt F4, zegt hij dingen dat er in kamertruus.h iets slechts is. Nou, sowieso heb ik hier een fout gemaakt. Want deze streep, die moet overal staan behalve op het einde. Dus ik denk dat dat de fout is. Als ik hem nu run, doet hij het misschien wel goed. Nou, dat is nog steeds niet zo. Met Alt 4 kan ik de fout zien. Hij zegt, het is met de user interface. Oh, dit is kamertruus.ui natuurlijk. Dom van mij. En nu doet hij misschien wel wat zinnigs. He, want bij de forums moeten .ui bestanden staan. UI betekent user interface. Dus datgene wat de speler ziet, waarmee de speler mee samenwerkt, min of meer. Oké, nou krijgen we allemaal rare fouten. Hij zegt, reshell, multiple definition of kamer reshell. Hij zegt hier kamer truus. Er zit een error in kamer truus. Hij zegt in kamer truus, kamer reshell. Ga je nog een keer bepalen. Nou, dan heeft hij helemaal gelijk. Want ik heb kamer truus, heb ik gewoon gekopieerd van kamer reshell. En je ziet dat kamer truus, het bestand, kamer truus.h, daar staat overal reshell in. Nou, wat ik ga doen, ik ga gewoon alle reshells vervangen door truussen. Nou, met Ctrl-F kun je find, maar ook replace doen. Ik doe wel case sensitive, dus dat hij wel naar hoofdletters kijkt en ik maak daar truus van.
gaan. Replace all. Boop. Nou, dan zien we dat hier. We zien hier ook Richel in dikke letters. Die ga ik ook even vervangen door Truus in dikke letters. Mooi. Nou, nu is kamer Truus. Is heel erg truuserig geworden. Dan ga ik even naar kamertruus.cpp. Met F4 kun je dat doen. Nou, hier ga ik ook Richel vervangen door Truus. Replace all. Mooi, dat ziet er goed uit. Geen flauw idee wat het doet. En we gaan ook eventjes naar kamer Truus zelf toe. En hier zien we het woord kamer Richel. Je moet echt met het handje dingen doen. Ik druk op F2 en dan kan ik het veranderen. Ik noem hier kamer Truus. Zo. Ik hoop dat kamer Truus nu af is. Ik weet het niet zeker. Ik ga gewoon weer runnen. En dan zullen we het wel zien. Ik doe... dit is omdat ik nogal veel dingen heb gedaan. Doe ik nu wel eventjes clean all. Run QMake. Ik sluit even alle dingen. Met Ctrl W kun je dingen sluiten. En ik druk nu op run. Ik ga eens even kijken wat er gebeurt. Dus ik ga nu... Hier ziet de kamer Richel heeft die gecompiled. De kamer sort heeft die gecompiled. De kamer truus is hem gelukt. Voorwerp sort is gelukt. Oké, dan zegt hij hier dingen. Hij zegt... Truus is not a member of kamer. Nou, met Alt F1 kun je de errors zien. Ik klik daarop. En hij zegt, hey Richel, Truus is helemaal geen kamersoort. Nou, dat klopt, want Truus hebben we nog niet toegevoegd aan kamersoort. Als ik op F2 druk, dan zie ik hier alle kamersoorten. Nou, alleen Richel heeft nog een kamersoort, maar Truus komt daar nu bij. Nou, druk ik weer op run. En zo eens even kijken wat hij nog meer gaat zeggen. Hij zegt, hey Richel, Truus zit hier niet in. Nou, dat klopt. Hier is een functie die heet als woord. Die een kamersoort naar een woord verandert. Nou, dat gaan we deze regel copy-paste gewoon. Richel wordt truus. Richel wordt truus. Nou, en weer runnen. Kijken wat hij nu zegt. Ja, dus door al die fouten helpt de compiler en de linker mij om te vertellen wat ik moet doen. Nou, het is me gelukt. Ik heb nu kamer truus, kamer Richel. Nou, dat lijkt nog een beetje gek, want ze zijn er al bij hetzelfde. Dus wat ik ga doen, ik ga kamer Truus, dat is dit, ga ik veranderen. Kamer Truus heeft bijvoorbeeld een deze spiegel, die hangt bij Truus op een andere plek. Namelijk, waar zullen we de Truus haar spiegel laten hangen? Daar, naast de deur, en ik maak hem ook kleiner. Oh, dat kan dus niet. Truus die heeft de... Even kijken, nou, laat die spiegel gewoon weer terugzetten. Wat heeft Truus anders? Dat zijn goede vragen om te bedenken. Ik ga gewoon een plaatje erbij toevoegen. Dat we weten echt dat dit Truus haar kamer is. Label. Dan hier naar rechts onder Pixmap kiezen. Choose resource. Dan vinden we hier alle plaatjes. En wij zetten daar... Kijk... Rainbow Dash, mijn favoriete My Little Pony, zetten we in. En dan weten we dat als we Rainbow Dash zien, dan zijn we in de kamer van Truus. Dan waar staat Rainbow Dash? Rainbow Dash kan vliegen, dus die zet ik wat hoger neer in de kamer. Ja, ik neem aan, of zij kan vliegen, het is een meisje, zo. Nou, dus ik heb nu Rainbow Dash in de kamer van Truus. Je ziet hier kamer Truus, je ziet hier kamer Truus. Dus ik heb nu run. Dan is de kamer van Truus anders. Dus ik ga nu omhoog. Nou, dat doet hij dus niet, hè. Wat ik ga doen, want altijd als je dit soort rare dingen doet met graphics, dan raak je wel eens in de war. Dus ik doe nu clean all. Run QMake. Ik run hem nu nog een keer. En dan eens even kijken of je nu wel Rainbow Dash netjes neerzet. Nou, dat duurt even, want dan moet je allemaal weer overnieuw compilen. Is nu met een mock van Richel, is nu met een mock van Truus. De mock is iets anders. Ja, dat lekt ooit wel een keer uit. Truus, Richel. Nee, zit er nog niet tussen. Dus ik weet niet goed wat hier misgaat. Ja, wat we gaan doen is heel lomp. We gaan naar Red Cobra toe. We gaan een folder omhoog. En daar staat een map Build Red Cobra Desktop Debug. Die kan iets anders. Anders heet het op jouw computer. Maar daarin bepaalt hij wat de kamers zijn. Ik delete dat. Want
dat zijn toch maar dingen die hij tijdelijk aanmaakt. Dus ik heb hem gedelete. Nou weet ik zeker dat hij alles weer overnieuw moet gaan maken. En nu zal hij wel Rainbow Dash in de kamer van Truus zetten. Dan kan ik even spieken of ik Rainbow Dash misschien toevallig onzichtbaar heb gemaakt. Dat zou natuurlijk kunnen. Nee, maar dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk, ik kan Rainbow Dash dus niet tevoorschijn toveren. Dat is mysterieus. Hoe doet een mens dit repareren? Ik ga Send to Bring to Front doen. Misschien dat ze onder het plaatje zat. Dan run ik hem nog een keer. Want het kan best zijn dat... Nou, dat gaat niet goed in de kamer van Truus. Wat gaan we doen in de kamer van Truus? Ik ga het schilderij iets naar... het schilderij staat daar. Ik ga het schilderij iets lager hangen. Zo. Dan run ik het weer. Even kijken of we nu wel een verschil kunnen zien. Want dit is de kamer van Truus. De kamer van Richel. Nou, je ziet dus geen verschil. Ah, ik snap wel hoe dat komt. Dat heeft ermee te maken dat in het hoofdscherm dat hij alle kamers moet kennen. Ja, als we, wij waren al bezig met het zoeken op Richel. En hier in het projectbestand hebben we Richel toegevoegd. En we hebben in de kamer soort hebben we Truus al toegevoegd. Maar in het hoofdscherm nog niet. Nou, nu gaan we het zoeken op alle Richels. Dat zijn er 4. En ik ga kijken hoe vaak ik Truus toe ga voegen. Want Truus, die komt misschien... Nou, misschien moet ik nu 4 keer iets doen met Truus, maar misschien ook niet. Nou, bovenaan hekje include kamer Richel. Daar gaan we gewoon Truus toevoegen. Want daarin zeggen we tegen C++ dat hij de kamer van Truus moet leren kennen. Nou, dit is de beginkamer. Dat laten we gewoon Richels kamer zijn. Maar hier moet ook kamer Truus toegevoegd worden. Kamer Truus. En volgens mij is dit de beginkamer. Dus als ik hem nu run, nou laat hij ook echt kamer Truus. Laten we even kijken. En daar hebben we hem. Samen met Rainbow Dash. Nou, dus op deze manier heb ik kamer Truus toegevoegd. Als laatste wil ik nog even doen, want ik doe nu wel met de cheat mode een beetje spelen tussen de kamers. Maar wat ik wil gaan doen is dat als je op de deur klikt, als je op de deur klikt, ga je naar de andere kamer. Ik wil doen dat als je in kamer Richel bent en je klikt op de deur, dan ga je naar Truus haar kamer. Dat gaan we eens even doen. We gaan naar kamer Richel toe en we gaan kijken als... wat er hier gebeurt. Hier hebben we vergif, we hebben laser. We hebben een machine. Als hij bekijk is, als hij pak is. Ah, hier! Als. Oh, dat moeten we even netjes doen. Hier staat de deur. Hier staat: als er op de deur geklikt wordt, doe dan alles tussen deze accolades. De accolades zijn niet heel netjes gedaan. Ik zal het even netjes maken. Zo, tap. Zo, en dan netjes. Dit, zo, hop. En dan tussen de F's ook. Ik kijk gewoon naar de accolades. En als het niet netjes is, dan doe ik een tap. Mooi. Dus als we op de deur klikken. Als we bekijken, dan laat hij een tekst zien. Dat is niet zo spannend. Maar als we de deur pakken, dan gaan we... Dan laten we de tekst mooi... Dan laten we de tekst zien dat het je gelukt is. Maar nu gaan we niet naar de kamer van Richel, maar naar de kamer van Truus. Als het goed is, als ik nu run en ik ga naar de kamer van Richel toe en ik klik op de deur, dan ga ik naar de kamer van Truus. Nou, dit is de kamer van Richel. Ik klik op de deur. Dit is bekijken, dus hij zegt nog dingen. Ik doe nu pak in de kamer van Richel. Tak, ik ben in de kamer van Truus. Nou, ik hoop dat dit heel duidelijk was. Natuurlijk ga ik de code nog committen. Git status. Git add min /. Git commit -m. Kamer Truus toegevoegd. Gevoegd. Git push. En dan was dit het eind van de video. Oké, ik hoop dat het nuttig was. En veel succes met het maken van jouw eigen kamers.
Oké, houdoe.